Het Noorden. Antwerpen Noorden zijn arrogante mensen. Arrogante mensen. Ja, maar wij hebben medeklinkers. Arrogante mensen. Dat is niet waar, wij zijn niet arrogant, wij zijn onverschillig. Alles voorbij de ring interesseert ons geen fuck niet meer. Je zit wel lekker bij één om 4 uur in de namiddag. 2 Jack Daniels en juist wakker, dat is niet het beste plan voor comedy aller tijden, maar hey. What the hell? Man. Het is ook warm hier, hè, jong. Jesus Christ. Ik haat de warmte, hè. Ook als je moet slapen, zo het zweet loopt in je reet. Wel een deken, een laken, geen laken, een pyjama, geen pyjama. Uw vriendin in de nol, niet in de nol. Ja. Dat zweet glijdt dat wel beter, maar dan wordt die kak weer warm en dan... It's pretty messy. Ook graag als je in de zomer, en je vergeet dat altijd in de winter, maar in de zomer, het eerste dat je hoort dat je het licht uit doet. En dan stopt dat ineens. En dan weet je gewoon van, ja, die zit op mij. En als je beweegt, krijg je direct het bewijs. Je hoort hem opstaan, zo. En je probeert die te pakken, die klootzakken. Zo in het midden van de nacht in je onderbroek, gelijk naar achteren liggen, door de kamer. Hoe is dat mogelijk? En zo'n klein beestje, maar je lose het volledig. Hè? Smeerlappen zijn dat, jonge muggen. Die kunnen verdwijnen. Hè? Die vliegen in een ander licht en je ziet die niet meer. Dat zijn de Klingons van Star Trek. Die hebben een cloaking device. Dag, dag, ik dag. En die zijn weg. Je doet het licht uit, die komen direct terug, los in uw oor. Ligt dat aan mij, wie schot, dan kom ik. Ik ga een klein insectje uitvinden dat al je bloed opzuigt in het midden van de nacht. Dat lijkt me lachen. Wat denk jij ervan, Jezus? Ah, oh, pa, geeft Sander zoek een irritant geluid. Had je al een geluid in gedachten, mijn zoon? Goh, ik dacht dan... Dat is wel irritant genoeg, hè? Nou, ik heb er nog een vele betere. Jij zit altijd niet aan uw vrienden op café, dat is wel tussen de nachtste broeken. Nee, dat kan geen enkele man aan. We zullen het maar houden bij... Worden ook maar sterker en sterker, hè, muggen. Vroeger gesloeg erop, die waren direct dood. Na geslaagd erop, die duwen uw hand weg en die lachen uw water. Visuele mop voor de mensen op de cd. Gollen snapt er niks van. Losers. En we ook van zo'n ingebouwd defensiesysteem, hè. Als je erop slaagt, als je tegen een muur zit, dan wordt dat zo'n gigantische rode plek die je er nooit meer af. Wat zijn dat? Al-Qaeda muggen? Dat is perfect bij ons aan tijd, zo van de muggen met een hoofddoekje. Wat is dat gaan redden? Oh man. Gehandicapten, dat zijn ook zo'n Jeannette. He, altijd weg met dat beste parkeerplotsen, klootzakken. Een dingje, handicap! Doe gewoon, jongen! Idioot! Is dat mogelijk? Gaan mensen voor samen zitten, hè? Gehandicapten, dat is de negatieve. We moeten er een andere naam voor verzinnen. Minder valide, dat vind ik wel een goede naam. Minder valide. Kom nog meer leven, hè? Minder valide. Minder waard. Ça va. Dat omschrijft het nog min of meer. Hè? Maar nee, dan werden het anders valide. Wat is er anders aan? Als je een hele dag lang alleen op hun handen rondlopen, zo de trap op de trap af, pompen op een arm, tapdansen met tapschoenen onder hun handen. Respect, dat is iets anders. Rondlopen, je rondrijden in de kerken met een ritje in je mond. Fuck off, dat kan ik ook. Niets anders. Hey, rolstoel, zeg maar dat ik kan. Kun je gaan dat ook? Nee, dan kun je gaan minder. Minder valide. Niet te moeilijk maken in het leven, zegt die papa. Heeft er iemand 300 gezien? Ja. Geweldige film, hè. Hey, Schotse Sparta. Hoe goed is dat? Spartans! Tonight we dine at McDonald's! At McDonald's again, it's like the 5th time this week, man. Christ's sakes, have you got any other ideas? No! What are you yelling for all the time as well? I'm right next to you. Because you're standing on my toes, you fucking asshole. Sorry about that. That's okay. I've always loved you, actually. Wonderful. We're both wearing a skirt. Let's go for it. Spartans. Why are we all...
speaking Scottish anyway. I guess because we're all wearing skirts. Why is that? It's for the breeze, lad. Wie's de coolste Schot aller tijden? Sean Connery, ja, natuurlijk. Sean Canary is de coolste. Johan Canaries. Niet echt hetzelfde, hè? Hallo, ik ben Johan Canaries. Janet. Sean Connery, de best James Bond of all time. James Bond is cool, hè? Elke film heeft hij een graaf wijf, de volgende film is hij ervan. Hoe doet hij dat? Ik poep je een keer mee wijf en ik hang er 5 jaar om vast. En Jasmin. Ik wist dat mijn vriendin ook op de CD terechtkomt. Dat is weer 5 jaar lukken. Ik ga erop zitten en draai je om, dan schat, dan is het precies iemand anders. Dat is thanks a lot, honey. Sean Connery, James Bond, dat ook altijd de meest nutteloze gadgets aller tijden, hè. Pay attention, 007, this looks like an ordinary condom, but if you pull it twice and twist it once, it turns into a heat-seeking atomic bomb. Yes, that might come in handy, Sean Connery. Nou, I'll voorstel dat je zo'n neuken is, me en een andere wijf, so let me make love to you, you know, I'm like you, I'm Scottish, I make love. I don't fuck, I make love, because I'm Scottish. Oh, yes, darling, this is lovely. Could you put on a condom, James? No, you really don't want me to put on a condom. No, trust me on this one, you don't want me to put on a condom. Put on a condom, alright, okay. Seems like this is a suicide mission after all. twist, turn time. Die slechteriken, dat zijn ook altijd zo'n debelen, hè. Blofeld, dat was hier zo'n grootste vijand, hè, die met die kat. Elke film werd hier gespeeld door een andere acteur, dat is ook een beetje moeilijk, hè. Ah, 007, we meet again. Who the hell are you? Last time you saw me, I had a different nose, a beard, and I was bald. My high school science teacher. No, that was a joke from Hudson Hawk, actually. Oh, man. James Bond, man. Damn, James. Ian McKellen, die is ook wel cool. Kende die een acteur? Ik heb nog langs zo X-Men gezien. Dat was ook een goede film. Magneto. Mijn favoriet in de film, Magneto. Die spreekt zo prachtig, hè. They say they have the cure. I say we are the cure. Dat is een normo, hè. Ik bedoel... Niet te vaak lezen wordt dat die een message overgaan zou. Je stikt er altijd van die messages in zo'n films, hè. Zo. What are you poking around in there for, Charles? What is it you're hoping to find? I'm looking for hope, Eric. I will give you hope. Old friend. Hinderkakker. Homo's, dat is ook zo gaaf. Mensen nemen het mij altijd kwalijk dat ik lach met homo's. Maar come on, zijn nou eerlijk. Als je... In bed hoort en komt niet van aan. Ja, ik ken daar een beetje moeite mee, sorry. Vraag me ook altijd af of dat ik een goede homo zou zijn. Ik bedoel, pijpen, weet je? Zou ik zo ene zin dat dat echt goed doet of zo'n tandenschraper? Zo. Die vrouwen die zo met hun tanden over hun nagels schrapen. Oh. Ik keer dat die dat doen, zouden met een pan op die rug komen. Ja, en, wat denk je? Gaan we het allemaal beter? Gewoon in die van hun favoriete kleren verbrennen zo. Ja, dat is dat ensembletje van de ANM. Schat, come on, sorry. Nog een tand, oké. Dat was uw bikini. Come on, lift maar op. Die kleerkast is wel ook tegenvinden. Van die droogrukkers. Dat hoort gat van die wagen die moet blijven rukken aan uw Peter, omdat hij zo droog is als hij. En zo, oh fuck. Zo, deze is echt niet meer plezant. Die hebben dat totaal niet door. Gaat hem als kat, kom nou. Slaat ze bieden, wat kap eraf. Druk. Ik denk dat iedereen hier al wel eens geweest is. Hoe zegt je dat ook, hè? Zonder die te kwetsen? Zo schat hij zo scheef. Schat, wacht even, ik zal mijn vest even drogen naar mijn nol duwen. En ook kunnen we bij spelen. Lugertje, wat doe jij nu? Waarom zit je vast in mijn poep? Omdat hij anders niks zegt, stomme ook.